Paul, ik krijg behoorlijk veel vragen uit Nederland voor stageplekken. Want ja, Dubai is toch een magneet voor jonge mensen. En dat lijkt mij wel wat. Hoe zit dat juridisch? Nou ja, juridisch is het eigenlijk vrij eenvoudig. Iedereen die van buiten de Emiraten voor je werkt, heeft een visum nodig. Dus ook een stagiair. En aangezien de meeste stagiaires tussen de pak en beet zes weken en drie maanden blijven. Geldt dat het voor de meeste ondernemers helemaal niet uit kan om voor die zes weken tot drie maanden de hele visumprocedure te gaan doorlopen? Er zijn hier en daar een paar kleine zogenaamde geitenpaardjes en uitzonderingen, maar die hebben altijd risico's, dus die zou ik niet bewandelen. En dan betekent het eigenlijk in concreto dat het zelden de moeite waard is om een stagiair over te vliegen vanuit Nederland. Naar de Emiraten, alle procedures te doen, het visum te regelen en vervolgens aan het werk te zetten. Daar komt nog een beetje bij dat de meeste stagiaires hun bijdrage voor het bedrijf enigszins overschatten. En dat ik in elk geval een aantal ondernemers ken die wel die procedure hebben doorlopen en zeggen: Nou ja, hmm, with hindsight had ik het achteraf gewoon niet gedaan.